beste luisteraars. Dit is nog steeds het programma Wist U Dat op de woensdagmorgen. Ik ga nu overschakelen naar Ludwig. Niet naar Suriname, maar naar Nijmegen. Ludwig, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. En goedemorgen alle trouwe luisteraars van Radio Tamara. Wereldwijd, waar u zich ook mogen bevinden. We heten u welkom in ons programma. En ik ben blij dat ik terug ben. Ik ben terug van weg geweest, zegt men. En ik heb zo'n 3 maanden heb ik Suriname kunnen meemaken in een COVID-situatie. En ik moet u zeggen, het is, ik ga al, schrik niet, al zo'n 50 jaar ga ik op en neer naar Suriname elk jaar. En het is voor het eerst dat ik het land in zo'n lamentabele positie heb aangetroffen. Ja, ik noem het woord lamentabel, maar laat me het even vertalen. Het is lusteloos, troosteloos. En aan de andere kant valt spanning vanwege de crisis. Er is crisis, mensen hebben geen geld. Er verandert heel veel in de politiek. De mensen worden geconfronteerd met veranderingen die de hele tijd doorgaan. Overal is er verandering. Verandering in de fysieke betekenis van het woord. Namelijk verandering van bestuur. Je krijgt te maken met bestuurders in de politiek. Die, ja, waar je heleboel vraagtekens mee moet zetten. Want ik ga u zeggen, ik heb een redelijke opleiding gehad in mijn leven. Maar wanneer ik hoor dat meneer Bordeaux regeringsadviseur is, om u een voorbeeld te geven, dan moet ik mijn hersenen pijnigen om te begrijpen wat ik me daarbij moet voorstellen. Dus ik zeg, het is niet voor de grap dat ik dit zeg, maar het is werkelijk zo. Ik daag iedereen uit om dat goed uitleggen, toch? En wanneer u automonteur bent en een auto is kapot en u bent mijn adviseur, dan kan iedereen u uitleggen. De man is deskundige in auto's en de auto is kapot en hij is dus adviseur om te adviseren hoe de auto gerepareerd moet worden. Dat begrijpt iedereen. Iedereen begrijpt dat. En maar wanneer je hoort dat iemand als Bordeaux regeringsadviseur is, dan begin je alvast te vragen wie is Bordeaux en wat moet ik me daarbij voorstellen. En dan ga ik u zeggen, als je daar in Suriname woont, er is een mooi televisieprogramma, men noemt het Tap a Bankstel. Dus ik heb gekeken een keer naar dat programma en toen was meneer Bordeaux te gast. En het programma begint, meneer Bordeaux, oh, wie is zomaar naar jou? Oh, ik ben Bordeaux. Goed zo. Om mijn opleiding is het IGA's koran? Nee. Maar dat soort ontwikkeling heb je, maar dat lid, ja. Dus je krijgt allerlei antwoorden die vermakelijk zijn om te lachen. Ik moet u zeggen, het is een heel sympathieke en mabele persoon. Ik analyseer voor u, ik ben niet bezig mensen te bespotten of zo. Ik probeer goed na te denken voor wat er gebeurt, want dat is het nieuws wat ik u breng. Wat de Surinaamse bevolking voor zijn kiezen kreeg. Namelijk, je ziet in het programma, het is een populaire figuur, want dat is het doel van het televisieprogramma is om een bekende persoon om daarmee nader kennis te maken. En dan hoor je dat de man zegt zijn ontwikkeling is lidja. Dan Disney zei hij, what you see is what you get. Dan zeg je goed, dan kunnen we harder om lachen, dat is leuk. En dan volgt een omschrijving van zijn leven. Wat hij zelf vertelt. En dan zie je dus dat de man in feite het moet hebben van handige overlevingskeuzes
om in leven te blijven. En ja, en in een vrije wereld, namelijk de wereld waarin hij leeft, in het binnenland, leeft heel wat vrijheden. Je mag van alles doen. Allerlei trucs om een dame te vangen, om daarmee te gaan leven. Dat zijn de voorbeelden die de mensen dan horen. Van, ja, de man moet nu op zoek naar een vrouw. En dan hoor je hoe hij dat doet. Ja, met weinig bagage, zegt men dat, in normaal Nederlands. En dan nemen we die man niet kwalijk, dan ga ik een juist respectabel iets noemen. Dan zie je dat die man een overlever is. Hij probeert te overleven. En hij slaagt er heel aardig in. Om, ondanks de weinige bagage die hij meegekregen heeft, ondanks opvoeding waar je vraagtekens bij zet van is die er wel geweest, dan zie je dat hij zich aardig redt in die samenleving. En dan komt er nog een belangrijk deel bij. Wanneer je overleeft in het binnenland, wil nog niet zeggen in Suriname dat je kan overleven in de stad. En wanneer je dus een functie krijgt waarbij verwacht wordt dat je ons komt assisteren hoe wij moeten overleven in een ontwikkelde maatschappij, dan is dat weer iets anders. Dus dan ga je toch vraagtekens zetten van hoe gaat zo iemand dan adviezen uitbrengen om uit te leggen hoe je de landbouwsector en de veeteelt moet mechaniseren en hoe je dat moet aanpakken. En of dat iemand iets maatschappelijks, laat ons bij de les houden, iets maatschappelijks ja, moet gaan bedenken om de bevolking bezig te houden op sportgebied of op wat voor ander gebied. Dan ook waarbij je kennis op de hoek komt kijken. En dan volg ik blijf serieus. En dan volg ik de voorlichtingsprogramma's na die uitzending. Waarbij dus meneer Bordeaux in deze tijd, in deze nieuwe tijd, voorlichting geeft. En dan zie je dus dat hij laat weten. En dan komt de staatstelevisie erbij. Laat je zien, na enkele maanden, na 3 maanden, laat je zien hoe hij functioneert. En wat krijgen we dan te zien? Een opgeknapte directiekamer of een kantoor waar hij geacht wordt te werken, die goed is aangepakt door de bouwvakkers en waar er een heel net kantoor van is gemaakt. En dan zegt hij van, kijk, zie je wel, ik ben de nieuwe regeringsadviseur en kijk, mijn eerste daad is het mooi maken van mijn omgeving, hè. Dus je kunt wel van me verwachten dat ik goede adviezen geef, want kijk, ik heb geld er tegenaan gegooid. Dat geld, dat weet iedereen in die goudsector, dat die binnenlandbewoners daar met duizenden garimpeiros vele kilo's goud vinden. En dan hoef je dat niet, je hoeft geen fantasie te gebruiken. Want voor het geval jij dat niet wist, dan kijk je naar wat op die man zijn nek hangt. Dan hangen daar zoveel kettingen aan, dat als je die kettingen naar een pandhuis brengt, dan kun je zeker een paar jaar nog leven van het geld. Zoveel goud hangt er om zijn nek. Dus, en dus is het beeld dat totaal, ik schets u wat de bevolking voor zijn kiezen krijgt. En dan moet jij dus daaruit concluderen, nou, Amantja Moni heeft toch wat gedaan in zijn leven, dat hij dat daarover kan beschikken. Punt. Ik ga niet verder op in, want ik ben niet iemand aan het bespreken. Ik ben een illustratie aan het geven van de veranderingen die de bevolking van Suriname voor zijn kiezen krijgt. Je wordt ermee geconfronteerd. Je krijgt dit soort nieuwe tafereelen te zien. En daar moet je iets van denken. Je moet er iets van vinden. En op het eind ga ik die conclusie trekken. Je moet vinden van, zijn wij met z'n allen in Suriname, als je die nieuwe tafereelen bekijkt en analyseert, zijn wij erop vooruit gegaan? Of zijn we erop achteruit gegaan? Wat gebeurt er in die samenleving? Want in die samenleving leeft uw moeder, uw vader, uw tante,
wij met z'n allen leven in die samenleving en willen weten of we er beter aan toe zijn of slechter aan toe zijn. Dat is waar het om gaat. We ontwikkelen een land met z'n allen. En dan zeg ik u, dat is een heel moeilijk vraagstuk. Ik spreek geen oordeel uit. Ik laat even één voorbeeld de revue passeren van een regeringsadviseur. En ik probeer met u, die dit aanhoort, samen te concluderen van wat is de conclusie die we dan moeten trekken. Is dat land erop vooruit gegaan of erop achteruit gegaan? Dat is wat ik wil zeggen. En dan wil ik u besparen de laatste regeerdaden van meneer Bordeaux, de regeringsadviseur, zijn dat in een COVID-situatie waarbij een pandemie het land teistert, waarbij er heel veel slachtoffers vallen, want dat is het nieuws van vandaag, dat er een paniek is uitgebroken in Suriname rondom COVID. En ik heb een analyse erover. Ik ga u eerlijk zeggen, mensen mogen me kwalijk nemen, maar ik weiger te gaan liegen. Omdat liegen is het keurmerk geworden van de huidige regering. En ik doe niet mee aan leugens. En als u me dan leuk of niet leuk vindt, interesseert me niet. Ik heb een leeftijd bereikt. Ik lig morgen, ben ik er niet meer, bij wijze van spreken. Ik wil zeggen, ik lig morgen in mijn graf. Maar laat me het niet negatief houden. Ik ben er morgen niet meer, bij wijze van spreken. Mitjawayari, zoals men zegt in Suriname. En ik probeer alleen met de opgedane kennis en de opgedane ervaring probeer ik door deelname aan dit soort programma's voorlichting te geven over ons land. Dat u meer inzicht krijgt van wat er zich afspeelt in het land. En dat is het nieuws van vandaag. En dan geef ik u hot nieuws, want ik kom net uit Suriname. Lichtelijk paniek is ook in Suriname rondom de COVID-situatie, de COVID-19, oftewel de coronapandemie, waarbij mensen ziek worden en aan de ziekte komen te overlijden. En nu is dit iets dat al een jaar in de hele wereld speelt. De Suriname is een deel van die wereld. En al een jaar is er in China dus deze pandemie uitgebroken. Heeft zich verspreid over de wereld, Europa en de Verenigde Staten van Amerika. En in veel delen van de wereld wordt er verschillend gereageerd op deze nieuwe ziekte. Het is een nieuw fenomeen. In het begin wist men niet zo goed wat voor ziekte het was. En steeds meer, naarmate men meer gevallen onderzoekt, men pleegt wetenschappelijk onderzoek, komt men erachter wat voor een soort ziekte dat is. En dan blijkt het dat de verschijnselen die ziekte met zich meebrengt, dat het zijn koorts en de verschijnselen die bij een griep horen. Dus je denkt dat het een griep is, maar het wordt steeds erger en je krijgt dan problemen met je luchtwegen, waardoor je in feite aan een ademingsapparaat moet en dat het zuurstof moet worden toegediend, dat je kan blijven leven, je stikt. Dus dan wat ziekie zijn, dan maak je stik, je ziekie. En dan krijg je koorts en je wordt ziek. En dan krijg je ademhalingsproblemen, maar dat ding slaat op je longen. Enzovoort, en alle problemen van dien. En de ene die redt het, die sterke longen heeft en een goede luchtwegen, en die komt er bovenop. En de ander die al een beetje zwak was, die gaat eraan kapot. En dat is wat ons al een jaar bezighoudt in de hele wereld. Begrijpt u? Maar door een toevloed aan informatie, want we hebben tegenwoordig moderne media. Vroeger had je een radio die kraakte en dan met een lampen werd die aangestuurd en een beetje elektriciteit. En dan moest je met z'n allen met je oor aan die radio gaan zitten om het nieuws te beluisteren en te analyseren. Vandaag de dag krijg je langs alle hoeken en gaten van je huis, krijg je die informatie in huis via de radio die veel beter nu uitzendt, mooie geluiden van muziek, etc. En via de televisie, hele mooie beelden
van natuurfilms. Die blijven lijken alsof je zo in die natuur... Je kan zo in je televisie stappen. Zo mooi zijn die beelden die in jouw huiskamer worden uitgezonden wereldwijd. Dus je kunt zitten in Suriname en je ziet precies wat er in Patagonië gebeurt, daar in het zuiden van Argentinië. Je kan precies zien wat er bij de Eskimo's in het noorden, in Alaska, wat er daar plaatsvindt. Het wordt je helemaal in huis gebracht en opgediend. Je hoeft maar een knop te drukken, een afstandsbediening. Je hoeft niet meer op te staan. Of iets doen. Dat je druk afstandsbediening, dan krijg je alle nieuws van de wereld komt in jouw huiskamer. Dat is de nieuwe situatie waar we vandaag gaan leven. Dus laten we het samenvatten. Men noemt dat een overkill. Dat is een Amerikaanse woord waarmee men dat uitdrukt. Je krijgt een overkill. Dus informatie is cheerio. Je krijgt zoveel informatie dat je stik van informatie. Zoveel krijg je. Je wordt dus op je wenken bediend vandaag de dag met informatie over alles in de wereld. En het is ook zo dat daarbij bij is gekomen de ICT, de internationale snelweg, zegt men ook wel, de computerwereld, waarbij je hebt internet, sociale media, je computer is op je telefoon afgestemd, je telefoon op je horloge, want je kan in je telefoon kan je tijd aflezen. En kortom, alles is met elkaar gecombineerd, waarbij de informatie nog meer snelheid krijgt, nog sneller bij u komt. En dan in die situatie weet Suriname dus een heel jaar, dat er een pandemie in de wereld heerst. En men krijgt alle informatie over de volgorde van de besmetting in de verschillende landen. Men vergelijkt die landen met elkaar. Al maanden roept men in de hele wereld dat Europa behoorlijk besmet was. En dat er door die Europese landen allerlei maatregelen zijn getroffen die elke dag op de radio komen. In Amerika heeft president Trump, die toen nog met een scepter zwaaide, heeft een beetje nonchalant gekeken naar die pandemie en hij vond het maar niks. Want er kwamen steeds meer geluiden, ook uit de wetenschap, van hoe men tegen die pandemie aankeek. Dus er kwamen een heleboel uitleg en verklaringen. Dan hoor je complottheorieën van Illuminati en et cetera. Kortom, vrije discussie, want we leven in een vrije wereld. De hele wereld deed eraan mee. Zowel de communistische landen, de socialistische landen, als de kapitalistische landen. Iedereen doet er aan mee, want die ziekte kwam in elk land omdat de mensen over de hele wereld reizen. Dus dat ding is verspreid en daarom noemt men het een pandemie over de hele wereld, dus ook over Suriname. Zo, en nu ga ik terug naar Suriname. En dan komt er in Suriname een regering vorig jaar. En die regering zit nu bijna een jaar aan. Ja, is aan de regering. En we stellen een minister aan van volksgezondheid die dit moet volgen. Die moet kijken hoe Suriname uit of buiten de griep blijft van een pandemie. Dus hoe wij de Surinaamse bevolking moeten beschermen. Waarom geef ik dit voorbeeld? Omdat dit betreft de levensbedreigende situatie die ons allemaal aangaat. Wij die naar Suriname reizen, wij die onze familie in Suriname hebben wonen, de Surinamers die hun familie in het buitenland hebben wonen, iedereen is geïnteresseerd in de ernst van dit vraagstuk. En dat is de vraag, zijn wij er ernstig mee omgegaan? En dan zeg ik u nee, we zijn er niet ernstig mee omgegaan. 1. Tijdens de regering Boutersen heeft Suriname te maken gekregen met COVID. Ja? En men heeft het aan proberen te pakken, men heeft commissies ingesteld. Maar toen was die pandemie nog niet uitgebreid. En je had ook geen varianten en noem maar op. Toen is halverwege de regering Boutersen is die regeerploeg vervangen door een nieuwe regering
onder leiding van president Santokki van de VAP en meneer Brunswijk, die samen met meneer Santokki een regering vormt van de ABOP en de NPS en de Partij Luhur, een kleine partij, die samen de regering vormden en de verantwoordelijkheid hebben voor de politieke status quo in het land Suriname. Zij hebben de macht, als je het een beetje kort wil zeggen. En ze zijn dus allen verantwoordelijk voor het bestuur en de organisatie, het reilen en zeilen in Suriname. En dan komt er een minister, dus, want we zijn bezig met COVID. Dan komt er een minister op die stoel, die arts is van beroep. Dus hij heeft gestudeerd in de medische wetenschap. Maar die man heeft geen ervaring. En dat is een probleem in Suriname. Dat men zo geil is op titels. Men is titelgeil, zoals men het zegt. Dus je hoeft maar iets voor je aan te zetten. Een MR of een DR of iets. Dan is men, valt men al in slaap. En dus men zegt, een man die medicijnen heeft gestudeerd, maar geen enkele ervaring heeft, die zet men als directeur van alle zaken die met medische zaken te maken hebben in Suriname. En natuurlijk kan je dus één en één schoon twee. Je kunt op je vingers en zeg het maar op je janbuurfluitjes kun je berekenen dat deze man die geconfronteerd wordt met een wereldpandemie van allure. Het is een probleem zonder weerga. Dat die man krijgt aardig wat voor ze kiezen. Je kan die man niet alleen in het water, in het diepe gooien, zoals men dat zegt in het Nederlands. De man is in het diepe gegooid. Dat is een soort lakmoesproef die heel zwaar is. Je gooit die man direct in een zware zee met hoge golven. Natuurlijk kan die man verdrinken. Al is die man topzwemmer. Je gooit die man in het gevaarlijkste vaarwater. En dat is in Suriname gebeurd. Dus ik wil die man zelfs beschermen. Dus, en daarvoor is gewaarschuwd. Waarnemers, de journalisten, iedereen heeft aangegeven van, luister, is dat niet een tafellaken dat je nodig hebt en je zet een servet in plaats van een tafellaken op de tafel? Dus is dat niet een beetje te zwaar voor die man? Of moet hij niet wat extra assistentie krijgen? Of moet hij niet in samenspraak met een regeerploeg moet hij de pandemie in feite moeten we hem helpen om door die pandemie heen te komen? Misschien is hij goed op andere gebieden, maar die pandemie heeft andere aspecten, wetenschappelijke, en het betreft meerdere sectoren. Het heeft te maken met de economie en behalve de volksgezondheid, met heel veel andere dingen. Dus moeten we die man niet bijstaan? En dat is niet gebeurd. De man is niet bijgestaan en we hebben in Suriname gewaarschuwd ervoor dat de wetenschappelijkheid ook ontbrak. De situatie in Suriname is niet goed geanalyseerd en niet goed getoetst aan wetenschappelijkheid. Van wat is er nou aan de hand in Suriname? Ik heb het niet over in de wereld. In de wereld is het virus al aan het razen, een jaar lang. Maar wat doen we in Suriname eraan? En nu pas is men wakker geworden in Suriname, nu pas. En ziet men dat men geen voorbereidingen heeft getroffen. Er is te laat gereageerd op uitbreidingen. Er is geen analyse gemaakt over die uitbreidingen. Men weet niets over de vaccins en de werking van die vaccins in Suriname. En de beschikbaarheid van die vaccins in Suriname. Alles is te laat. Te laat is men in beweging gekomen. En ik ga niet op individuele kwesties in van het wisselen van die regeerploeg, mensen die vertrekken en anderen die weer anderen vervangen. Ik kijk naar die grote lijn. Dus is men zegt beter te halve gekeerd dan te hele gedwaald. En dat is ook gebeurd. Die minister die is geschrokken. Die is toen hij was aangesteld, is hij met zijn gezin lekker vakantie gehouden in Amerika, in Miami, terwijl er in Suriname die pandemie toenam.
Die heeft een jury gemaakt op zijn Surinaams gezegd. Ah, mama, ik want jury. Van, ja, ik ben minister, ik heb recht op een verlof met mijn gezinnetje, et cetera. En toen hij vertrok, en dat is het ergste, toen hij vertrok, voordat hij vertrok, heeft hij die bevolking op slot gezet. Heeft hij die bevolking op straf gezet met allerlei lockdowns en uitgaansverboden, avondklok. En het werd steeds strakker terwijl hij in het buitenland zat met vakantie. Dat zijn de feiten die ik u voorhoud. En dan komt die man terug en dan schrikt hij natuurlijk dat die pandemie een vaart heeft genomen in Suriname. En nogmaals, ik praat niet over schuld. Ik praat over een stukje politiek wat ons allemaal aangaat. En dan zie je dat die man nu pas in beweging komt. Die man rent naar de telefoon. Hij belt naar Holland. We hebben hier tekort. Kunt u ons niet komen helpen? We deden in een film. De minister, de man die is aangesteld om ons tot rust te brengen, is de grote paniekerige persoon in die gehele film. En de Suriname heeft met een nieuwe uitdrukking, je did it in a film. En die man ziet van we did it in a film. En die man is in paniek. Dus komt er hulp uit Holland. We gaan weer op de deur bij vadertje en moedertje Holland. Gaan we op de deur kloppen, want we hebben hulp nodig. En dan zie je dat er ook de Surinaamse bevolking in beweging komt. Maar nu komt mijn analyse. Er wordt gevraagd naar AstraZeneca vaccins in Nederland, dus meerdere vaccins in de hele wereld gaan we op de deur kloppen. En Nederland heeft direct hulp beloofd. En ik moet u zeggen, we zijn allemaal blij met de hulp die uit Nederland komt. En Nederland doet zijn uiterste best. Maar ook in Nederland is er kritiek van de Nederlandse bevolking op de minister van Nederland, van Volksgezondheid, de jongen, die dus ook verweten wordt dat hij met alles te traag is. En zo zie je ook naar Suriname toe, is met te laat in beweging gekomen. Dus sowieso is dat verzoek uit Suriname te laat geweest. Maar Nederland heeft ook eigen waarneming. Ik heb je net uitgelegd hoe de wereld is veranderd. Dus Nederland zag al lang op afstand wat er naar fout ging in Suriname. En dus we kunnen Nederland wel degelijk het ene en ander ook verwijten. Maar de hoofdverantwoordelijke is Suriname zelf natuurlijk. En in ieder geval heeft Nederland toegezegd dat er hulp komt. Ik ben net gearriveerd in Nederland. En in Suriname is er één lading in container. Spullen is al aangekomen. En er is een ploeg van enkele tientallen geschoold personeel, medisch personeel, dat zich gaat bezighouden met de aanpak van de coronabesmetting in Suriname. Dus we zijn blij dat Nederland in beweging is gekomen en onze minister bijstaat. Maar we zijn niet klaar met die minister. De vraag is, wat blijft die minister doen op die post als blijkt dat die minister in feite hulpeloos is? En hij wordt bijgestaan door de president, die voor het eerst in de geschiedenis, ik zeg het u, ik ben even geschrokken, door het ging over een heel ander onderwerp hoor. Meneer Santokie, de president van Suriname, heeft plotseling, toen hij zijn herstelplan, want in Suriname heb je allerlei plannen waarmee men de bevolking verveelt, hij heeft een herstelplan waarmee hij de hele economie in Suriname gaat redden. In de VAP noemen ze dat een reddingsplan. Hij heeft een reddingsplan, een herstelplan. En hij is nog met het IMF bezig met weer een ander plan. Een economisch plan. Dus de plannen zijn er. En wat zegt die president? Die doet een beroep op alle Surinamers over de hele wereld. Dat deskundigen die iets weten van de economie worden opgeroepen om Suriname te komen helpen. Help, help, help. We hebben hulp nodig van alle economen. Dus een president die we daar hebben gezet om de zaak voor ons te organiseren en leiding te hebben in het bestuur van het land. En die heeft geroepen dat hij precies weet wat er aan de hand is in Suriname. En hij gaat ons uit die problemen helpen. Dat was de verkiezingsleus. Hij heeft ook gezegd dat hij alle bevolkingsgroepen gaat betrekken
bij de oplossing van de problemen in Suriname. Die president die vorige week ergens heeft die een campagne gestart, een mediacampagne, waarbij kenmerkend was dat hij hulp roept van alle Surinamers wereldwijd die verstand hebben van economie, worden verzocht zich te melden. Kijk, dat, stel eens voor dat in de wereld dat de manier was om politiek te bedrijven. Dat zodra er een nieuwe regering in Nederland is en die duikt even in die staatskas en die ziet een situatie en die zegt, oh mijn mensen, ik heb in die staatskas gekeken en ik roep alle Nederlanders in de hele wereld op om ons te komen helpen, want er is iets in die staatskas dat niet klopt. Dan ga je toch afvragen van, wat voor een leider is dit? Ja, wat voor een leider is dit die direct overgaat tot hulpgroep? Dat is het een weergave van die man zijn eigen angst. Zijn eigen angst. En die angst ontstaat als je niet het vermogen hebt met de beschikbare kennis de zaak te analyseren en op te lossen. Maar goed, ik ben bij het COVID en ik wil u zeggen, het nieuws is dat er dus, en het was op de Nederlandse televisie te zien, voor luisteraars in Suriname en in de wereld kan ik u zeggen, tot in Nederland op de televisie en op de media is te horen geweest en te zien geweest hoe er in Suriname paniek is uitgebroken. En dat is het laatste nieuws van de laatste dagen, dat jongeren sterven in Suriname en men heeft, en dan citeer ik met name de arts Goedhoop, mevrouw Goedhoop, die bekend heeft gemaakt dat met name in de leeftijdscategorie tussen 30 en 40 jaar er nu jongeren sterven in Suriname. Terwijl in de hele wereld men berichten lanceert dat die pandemie nu heerst, met name de ouderen treft, dat noemen ze de risicocategorieën, en met mensen met onderliggende ziektes, die kunnen ook extra vatbaar worden voor deze pandemie. En er is in de wereld ook bekendgemaakt dat er ook andere varianten opduiken. En de vraag is, als je vaccineert, of die vaccinatie, die waar onderzoek op is gedaan over de eerste fase van de pandemie, of die ook afdoende zijn om de varianten te bestrijken, je te helpen tegen de varianten. Dat is nou de grote vraag. In een aantal vaccins garanderen het dat het een breed draagvlak heeft en weer andere niet. En dan is het bekend geworden dat het vaccin alleen onder bepaalde omstandigheden getransporteerd moet worden. Sommige moeten bij min zoveel graden, dus enorm laag gekoeld, moeten ze vervoerd worden, andere, onder andere omstandigheden. En men heeft ook geconstateerd dat je in de meeste gevallen 2 keer gevaccineerd moet worden. Je moet de eerste en een tweede prik halen. En sommige vaccins, die hebben het makkelijker gemaakt, dan kan je volstaan met 1 prik. Kortom, de hele wereld is ook een beetje in spanning. Maar ik wil u erop wijzen, wat ik heb gezien, mijn analyse is, en dan ga ik u zeggen, vanaf deze regering aan het bewind is, is er een merkwaardige omwisseling in Suriname. En ik kan u zeggen, het is het, we oogsten nu het negatieve resultaat van Nederlands kolonialisme in Suriname. Men heeft in Suriname uit alle hoeken van de wereld bevolking naar Suriname gebracht. Uit Afrika, Indonesië, India, China, overal zitten alleen mensen in Suriname. En de laatste groepen moeten we niet onderschatten. Die halen de boel in. Dat zijn de Brazilianen als buitenlandse groep en de Haitianen als buitenlandse groep. En wil ik even stilstaan bij de Haitianen. Die behoren tot de armste mensen ter wereld. Die problemen hebben in het Franse gebied met Frankrijk. En waar rampen zich hebben voltrokken op Haiti. Die mensen zijn getraumatiseerd en zijn ziek. Er zijn zieken onder die mensen. En dan hebben onverlaten, ja, die in de nieuwe regering zitten, met medewerking van onze regering, Haitianen in duizenden naar Suriname gebracht. Ja, we hebben al een kleine bevolking. Kijkt u maar hoe men in Europa, het rijke Europa, omgaat met het migratievraagstuk.
men wordt steeds voorzichtiger met toelatingsnormen en eisen en beleid. En in Suriname wordt de deur opengegooid voor Haitianen, zieken en arme mensen in de wereld. Die mogen zonder enige keuring mogen ze met een wagenwijde open deur van Suriname binnenkomen. We hebben de deur opengegooid voor Chinezen. Ja, omdat die ons geld hebben gegeven. Die hebben de regering van Boudewijn zijn geld geleend. Dus ga die deur open voor Chinezen. En dan kan ik u zeggen, dus niet alleen dat die pandemie in China is begonnen. Ik wil het even buiten die pandemie houden. Namelijk dat als die Chinezen van maar een klein dorp in een willekeurige streek van China, maar 10% van de Chinezen richting Suriname sturen, dan loopt Suriname over van de Chinezen naar de Akba. De Akbana Okondre. En ik zeg dat ding al heel vaak, maar men brengt me de hele tijd in die etnische hoek. Ik ben etnisch, zeg men dan. Terwijl ik geef de werkelijkheid aan. En de hele wereld, in Europa, in Amerika op het ogenblik. Weet u wat het nieuws van vandaag is? Het is gewoon het laatste nieuws. Breng ik u dat die Amerikanen een wet hebben aangenomen nu die Amerikanen verbiedt om zaken te doen met de Chinezen. Die Amerikanen hebben last van de Chinezen. En die Amerikanen hebben gelijk omdat die Chinezen oneerlijk zijn geweest in die internationale handel. Maar nogmaals, dat behandel ik een andere keer. Maar er is dus iets gaande tussen de wereld en China. En men wil het in Suriname maar niet geloven. Ik heb in verschillende programma's waar ik mij uitgenodigd in Suriname om aan deel te nemen, heb ik dit standpunt duidelijk uitgelegd. Het heeft niks met etniciteit te maken. Het heeft te maken met de wereldproblematiek van vandaag. Dat de wereld op het ogenblik ziet dat China een opkomende wereldmacht is. En ze hebben diezelfde streken als alle eerdere opkomende wereldmachten. Dat is wat men zegt. Van let op, er komt een nieuwe wereldmacht op. En moeten wij als wereld diezelfde dingen die we hebben ervaren in het verleden toelaten van de nieuwe wereldmacht? We moeten daar een standpunt in hebben. En dat zeg ik alleen, dat wij Suriname niet open moeten gooien voor China, omdat de hele wereld daarmee problemen heeft. En vooral Zuid-Amerika. En dat is meneer Boudersen die de echte oerstomme fout heeft begaan om te gaan zeggen in China wereldwijd, hoor, dat ding is in de hele wereld uitgezonden. Boudersen is met staatseer ontvangen in China, omdat die Chinezen niet konden geloven dat ze zo'n cadeau kregen van Suriname. Ze hebben Boudersen is daar gaan verkondigen dat Suriname de poort is voor China naar Zuid-Amerika. Wel, ik kan u zeggen, toen al die Zuid-Amerikaanse landen dit hoorden, was men not amused, zoals men dat zegt. Maar waar Amerika had zijn eigen interne problemen met Trump, waardoor dat ding niet zo is aangepakt. Maar de consequenties daarmee zitten we vandaag de dag. Namelijk, die Chinezen hebben zich niet twee keer dat laten zeggen dat Suriname de poort is naar Zuid-Amerika voor China. Ze hebben à la dol Chinezen van allerlei pluimage naar Suriname gestuurd. En die mensen, die zijn met een roof begonnen in de visserij. Ik wil u wijzen erop dat de dochter van Boudersen met allerlei problemen geconfronteerd werd met trailers in de visserijsector. Men is dat ding vergeten, maar het moet eens een keer goed onderzocht worden wat daar is gebeurd. Chinezen zijn onze water komen leegvissen. Chinezen zijn gekomen en hebben onze hele middenstand de supermarkten overgenomen binnen enkele jaren. Ze hebben de bouwmarkt overgenomen. Chinezen hebben het hout. Ze zijn in de houtsector, hebben ze alle houtbedrijven geconcureerd. En u moet nu zien grote ladingen, grote boomstammen, die verdwijnen met een grote snelheid uit Suriname. Die Chinezen maken geen grappen. Toen Boudersen die deur heeft opengezet voor de Chinezen, en heeft gezegd, jullie zijn welkom, omdat alleen de Chinezen onder de tafel enkele miljoenen hebben geschonken aan Surinaamse politieke partijen. Zo makkelijk waren wij om te kopen om ons vaderland Suriname voor een bordje linzensoep te verkopen aan de Chinezen.
En de Chinezen lachten zich een deuk. En dan komt, dus wat ik u zeg, is de werkelijkheid van vandaag de dag. En nu zit men boordevol Chinezen in alle sectoren, in de goudsector zijn ze doorgedrongen. En men doet zaken met een snelheid waarbij je als het ware, je gaat het niet bijhouden. Ja, zo snel is men in alle sectoren met het wegsliepen van de Surinaamse rijkdommen. En wanneer ik als politicus zeg, hallo, moeten we niet anders gaan kijken en beter gaan opletten van hoe onze relatie met China in elkaar moet zitten, dan hoor je familie is etnisch. En daarom wil ik u nou zeggen, ik ga naar die pandemie terug. Ik, vanaf de regering Santoki aanzit, zie ik dat alle naamsoorten die veranderen in Sing en Persat. En u moet maar kijken wat ik u zeg. Ik moet u zeggen, mijn familie bestaat uit Surinamers van Hindoestaanse afkomst. Zitten in mijn familie. En ik moet u zeggen, ik wil niks weten van racisme. Want ik maak geen enkel onderscheid tussen de rassen onderling. Maar de hele Surinaamse bevolking kan nu aanschouwen dat vanaf waar Santoki er zit, er iets niet klopt. Dat je ziet dat er met neems en feestjes en familie en vrienden wordt gewerkt. Heel Suriname klaagt erover. En dan gaat men alleen maar om niet de beschuldiging te krijgen dat men alleen de Hindustanen beschuldigt of Santoki van het bevoordelen van Hindustanen beschuldigt. Dan haalt men voor La Forme ook Brunswijk erbij. En dan zegt men, kijk, daar is hij ook etnisch bezig en ze hebben gelijk. Brunswijk is ook etnisch bezig, maar de etniciteit van de ABOP is een andere etniciteit dan die van de Hindustanen. En is ook een andere etniciteit dan die van andere groepen in Suriname. Je moet die dingen analyseren. Die dingen lijken op elkaar. Ja. Ik zeg altijd, geef ik dit voorbeeld. Alle honden zijn dieren. Maar niet alle dieren zijn honden. Of andersom. Honden hebben vier poten. Een hond is een dier met vier poten. Maar niet alle dieren met vier poten zijn honden. Ja. Dus je moet goed kunnen nadenken en discussiëren. En dan zeg ik met betrekking tot dingen hier, dat wanneer ik hoor uit Holland maakt berichten dat het erger is in Suriname, en dan brengt men ons naar een wijk, Matanshoop, en dan zie je inderdaad beelden van Surinamers die in de rij staan. Het driekwart van die Surinamers die daar staan zijn van Hindoestaanse afkomst. En wanneer ik hoor, er zijn inzamelingsacties van meneer Palazzi en meneer Persat en meneer, noem maar op, Noor Mohammed, of je hoort al die namen uit India. En dan denk ik bij mezelf, Suriname is dan toch een broodje Jari. Waarom hoor ik niet Pinas in het hulpcomité zitten? Want een tijd geleden was het andersom. Toen waren er hulpacties in Nederland door Jurgen Rijman, et cetera. Als u hoort hoe er is geklaagd in Den Haag dat er geen Hindoestaanse namen bij de hulpacties aanwezig waren, terwijl de hulpactie in handen van Surinamers was. Toen was het andersom, die klacht. En ik zie nu dat er een pandemieangst is uitgebroken. En men komt met beelden uit Suriname van Hindoestaanse buurten. En ik vraag me af, hoe staat het met de Indiaan in Kwamalasamutu? Hoe staat het met de Javaan in Komowene? Dat is wat ik me afvraag. En hoe staat het met het gros van de bevolking in Paramaribo, de Bromtjidjari? En dat is mijn kritiek op de laatste ontwikkelingen en nieuws uit Suriname. Dat nu die pandemie is uitgebroken in Suriname en nu jongere groepen aan het aantasten is. Ja, nu zie je dat er een beweging komt. En er zijn hulpacties nu. En ik heb gewaarschuwd hiervoor dat toen de regering Santoki pas begon, er een signalen zijn uitgegeven door meneer Santoki zelf, dat hij had contact met de diaspora in Nederland. En diezelfde man die ons zei dat hij contact had met de diaspora in Nederland, die roept nu in paniek alle Surinamers ter wereld om die iets verstand hebben van economie, of die Suriname wil komen helpen. Terwijl de man kort daarvoor, voor die verkiezingen ook,
zei dat hij de zaak al had geregeld, dat zodra hij aan de macht is, hij het diaspora kapitaal zou hij naar Suriname halen. En weet je wat ik heb ervaren? Ik zat 3 maanden in Suriname en ik kon niet aan mijn Nederlands geld komen, aan een Europese euro. Waarom? De Surinaamse bank heeft, of de centrale bank heeft een tekort aan buitenlandse valuta. En men nam gewoon de valuta van de Surinamers in beslag. Dus jouw privégeld op de banken, daar kon je niet aan komen. En moest je houden aan een limiet om je eigen geld te gaan halen van je eigen bank. Dat is de situatie in Suriname. Maar met de mond werd beweerd dat men in de wereld naar het diaspora-kapitaal zou gaan zoeken. En dat investeerders in de rij stonden om in Suriname te investeren. Ja, en men rent nu toch naar het IMF om daar geld te bedelen van het Internationaal Monetair Fonds en van de Wereldbank om buitenlandse injecties te krijgen voor de Surinaamse economie. En dan zeg ik u, ik geloof er niet in. Ik geloof er niet in dat met een bestuur dat blijkt in alle toonaarden geen verstand te hebben van politiek, nog van economie, dat zij de problemen die er nu zijn in Suriname van allerlei aard op korte termijn zullen kunnen oplossen. Het is heel ernstig met Suriname, zeg ik u, dames en heren. En ik ben gewoon eerlijk. En, want ik heb vrienden in alle etnische groepen in Suriname. Maar we worden doodgegooid vandaag de dag met allerlei leugens, dingen die niet waar zijn, die niet kloppen. En dan zeg ik van, nou, daar moeten we niet aan beginnen. Laten wij deskundigen erbij gaan betrekken om deze regering bij te staan. Want ik wil toch dat deze regering op een of andere manier zijn karwei afmaakt en dat wij niet Boudersen weer terugkrijgen in Suriname. Want daar begint het op te lijken. Want als deze regering de problemen niet kan oplossen, dan gaat de bevolking weer roepen om de NDP, wat men vergeet snel in de politiek. En dat moeten we niet hebben in Suriname. Suriname is toe aan een nieuw politiek bewind, maar ook van nieuwe jonge Surinamers. En laten we het nieuws van vandaag de dag, dat de COVID-pandemie nu jongere groepen aan het treffen is, laten we dat heel serieus nemen. Maar laten we niet met de ethische bril kijken. Laten we goed onderzoek doen en een duurzame oplossing aandragen voor ons geliefd Suriname. Dit was mijn bijdrage. Ik ben pas in Nederland. Ik heb u vers van de pers enkele dingen spontaan toevertrouwd. Omdat u een indruk krijgt van de problematiek die er in Suriname aan de hand is. En het is gewoon uit mijn hart gegrepen. Ik praat uit het hart. En ik hoop dat wij alle Surinamers als een broodje jari elkaar omhelzen. En niet met vrienden en familie beleid van Santo Ki, dat we daar niet ver mee komen. Laten we daarmee stoppen per onmiddellijk. Dit was Ludwig van Mulier voor deze keer. Ik hoor de sound op de achtergrond. En ik ben u graag van dienst de volgende keer. Odi, odi. En de pech volgt deze regering natuurlijk ook in zoverre dat zelfs dat succes dat ze wilden hebben met de diaspora in Nederland, het voetballen, dat ze ook daarmee niet veel geluk hebben gehad. Maar ja, goed, komt tijd, komt raad. Ludwig, bedankt. Oké, okay, Johan, tot en tot de volgende keer. Beste luisteraars, dit betekent ook het einde van het programma Wist u dat van vanmorgen.